Hoi, hey, ik ben Ivo van Paamai Media. We gaan het vandaag hebben over korfbal. Korfbal is een Nederlandse sport. Dat is bedacht door Nico Broekhuizen. Wat is nou eigenlijk korfbal? Ik zal de spelregels even uitleggen voor de mensen die het niet weten. De teams bestaat uit 8 spelers. In de verdedigingsvak, je mag scoren, maar maakt niet uit hoe ver je staat. Of je neemt een doorloper, of je neemt onderhand. En in de verdedigingsvak, dat is... Dat moet je verdedigen. Met je hand omhoog, met één hand. Vroeger deden we natuurlijk 2 handen, maar nu is het met 1 hand. Ga je bukken, door je knieën en dan loop je naar achter en als je scoort, dan is het verdedigd. Mijn korfbalvereniging die heet Wion in Rotterdam-Ommoord. Dan kunnen ze naar de website gaan. Dan staat er bovenin, schrijf je in. En dan staat er de telefoonnummer en dan kunnen ze bellen. En dan kunnen ze, als jullie dat willen of niet, dan kunnen jullie daarheen bellen en dan maak je een afspraak. En dan kom je eens een keertje kijken gezellig. Bij ons natuurlijk. En dan mag je 1 keer proefdraaien. Mensen moeten gaan sporten om lekker bezig te zijn. Sporten is gezond. Dan maak je ook contact met de andere mensen. Ivo, bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet een belletje omhoog te doen. Van Paameijer. Later!